We gaan nu door. Ik ga een gesprek over de man in het Hoge Kasteel. Dat doen we naar aanleiding van een paar fragmenten. Dat ga ik doen met David Kleiwecht. Hij is oud-popjournalist van het Algemeen Dagblad. Hij is nu documentairemaker en programmamaker, onder andere voor de VPRO en de NTR. En een groot liefhebber van Dick. Maar voordat hij hier naast mij op de bank plaats gaat nemen, kijken wij naar een eerste fragment. Eye in the sky, many gaped. The world Jones made about a man who lives either always a year in the past or a year in the future. You can't tell the difference. Solar Lottery, his first published novel. It's again one of the early magazines. Real pulp stuff. But that's a great story, The World She Wanted, about reality. Every time they came out with a new edition, they would change the cover so that people wouldn't remember having bought the book. He wrote so many stories for so long. He was writing, publishing a new story in the average of every other week for the first 3 years of his writing life. He was brilliant. But what a joy it is to have that smorgasbord of all the books and everything laid out, everything Dick has done. You can spend your life reading Philip Dick. Dames en heren, David Kleiwecht. David, wat zagen we? Nou ja, het boek snap je wel. Dit is een professor, Tony Walk. Ja. En die geeft les aan de universiteit in Portland. Ja. En die heeft eigenlijk de helft van zijn leven gewijd aan Philip K. Dick. Ja. Waarom? Omdat hij het super interessant vindt. Hij was wat eerder dan Lebowski. Ja, onmogelijk. Ja, dat is bijna onmogelijk. Ja. Zoals ik het zie, dan moeten jullie er ook nog aardig wat vertalen. Oh, jezus. Nou ja, wat me meteen opviel aan al die. En hij maakt er ook een grapje over, al die omslagen. Wat vind jij van die omslagen? Die hele klassieke. Ik vind ze heerlijk, ja. Maar ik snap ook wel dat dat niet heel goed doet in de boekhandel tegenwoordig. Nou ja, het is iets wat meteen zo wegzet als, dat gaat over Marsmannetjes en over raketten en over pulp. Ja, ja. Terwijl, maar wat betekent het voor jou? Is dat het werk van Philip K. Dick. Ja, dat is een van de interessantste Amerikaanse auteurs voor mij. Ja. En zeker de late helft van de 20e eeuw. En dan vooral omdat Phil meer nog dan zijn boeken, waardeer ik eigenlijk zijn ideeën. Ja. En zijn ideeën gingen eigenlijk maar over één ding. Over de notie dat je hebt meer schrijvers die soms ervan uitgaan, die bouwen een wereld en dan komt er dan een glimp van het onechte in. Ja. Bij Philip K. Dick is het andersom eigenlijk. Je hebt een hele grote wereld en dan krijg je een glimp en dat is het enige echte. Ja. Dus je wordt op een gegeven moment wakker en je krijgt langzaamaan de notie dat er iets totaal niet klopt en dat alles wat je geloofd hebt niet waar is. Ja, wat je geloofd hebt nu buiten het boek, in je eigen leven, ja, in je werk. Nou ja, maar dan vooral in het boek. Maar zo beschreef hij de Amerikaanse samenleving. Zo heeft hij dat altijd ervaren. Ja. Lang voor Trump. Ja. En altijd al beweerd dat in literaire vorm dat ook in Amerika de regering niet te vertrouwen is. Nee. En dat resoneert natuurlijk nu nog meer dan het toen deed. Maar was hij in de zin dan ook echt een politiek watcher? Of zijn pet enemy was Nixon. Okay. En van Nixon natuurlijk is ook maar een kleine stap, denk ik. Ja, nou, dat is misschien moeilijker om Trump ten val te brengen dan Nixon uiteindelijk. Ik weet niet of je dat nu nog voor elkaar zou krijgen. Ja. Maar, als denker, en als wanneer vat dat idee bij jou post? Dat Dick is echt een denker over de maatschappij in Amerika en misschien wel over de maatschappij in Europa, over onze samenleving. Ja, ik ben niet de eerste die dat bedacht heeft. Maar jij als lezer? Ik heb in mijn tienerjaar heel veel science fiction gelezen en eigenlijk de enige auteur die daarvan overeind is gebleven is Philip K. Dick. Ja. Omdat hij zo resoneert. Omdat als je al die boeken bij elkaar legt, ik ben wel even bezig, maar dan merk je dat we eigenlijk nu in zijn wereld leven.
Hij heeft de laptop uitgevonden, zou je kunnen zeggen. Ja. Een soort computer of een dokter in een suitcase heeft hij ergens. Ja. En dat lijkt allemaal van, ja, hij heeft zoveel dingen al uitgevonden, dat is fascinerend om naar te kijken. Ja. En wat ik ook wel fascinerend vind als documentaire maken, is dat, we hebben net naar Blade Runner gekeken, maar Phil ging dood als een berooid schrijver. Die dacht dat hij niet gelezen werd en niet gewaardeerd werd. Hij heeft de eerste 20 minuten geloof ik van de eerste Blade Runner gezien en vond dat het goed was. Ja. Maar zijn rehabilitatie heeft hij helemaal niet meegekregen. En ik vind het wel interessant dat iemand die tot 82 leefde, ja, dat die nog zoveel gedachten... Dat is het jaar ook dat Blade Runner uitkwam, ja, toen stierf ze. Ja, zoveel gedachten heeft die nog nu gelden. Ja. En was hij daar de enige in zijn... Niet de enige, wel de beste. Wel de beste. Ja. En doe je dan bijvoorbeeld, waar ik ook sinds kort zelf... Dat wist ik daarvoor helemaal niet, dat hij een groot dagboekschrijver was. En dat hij, ja, dat hij zijn visioenen en zijn dromen en ideeën... Bij ons is dat een deel van zijn werk dat jou aanspreekt? Nou, de grap is, hoe als je meer in zijn werk zit, dan blijkt dat... Ook al is het dan science fiction, mag ik niet zeggen, true fiction. Dat er zoveel autobiografische elementen in zitten. Je kan bijna zijn levensloop, bizarre levensloop, kan je naast de boeken leggen. En zo kan je voor jezelf een puzzel oplossen. Ja. Heel interessant, vind ik. En dat heeft ook te maken met het volgende fragment wat we gaan zien. Omdat hij zoveel heeft nagedacht over reality, dat begrip. Ja. Dit is een archieffragment van Phil, of tenminste daar eindigt het mee, die door Disney loopt. En het dan heeft over de fakery. Okay. Dus het neppen van het neppen. Ja. Enzovoort, enzovoort. Misschien even kijken. Laat even kijken. Versie van iets verzonnen, namelijk, yeah, Disney. Dus ze hebben, yeah, dat opnieuw gemaakt, yeah, iets wat verzonnen is, en dan loop je doorheen. Yeah. Dat is natuurlijk een vrij schizofrene en ook, nou, een bijna gekmakende gedachte, yeah, of niet? Nou ja, Phil K. Dick heeft ook momenten gekend in zijn leven dat hij toch wel, ja, ik denk niet anders te zeggen is dan dat hij gek is geworden op een zeker moment. Yeah. Maar daar heeft hij ook met een jaloersmakende helderheid over geschreven. In die dagboeken? In een boek dat heet Valis. Okay. Wat onder veel K-Dick liefhebbers geldt als een van zijn beste. Okay. Misschien de volgende in de rij, ja, weet ik niet. Ja. En wat dit fragment, maar ook het vorige fragment waar we het over hadden, is het idee van dat zoveel van wat hij in die boeken bedacht, maar ook bijvoorbeeld bij Beller. We hadden het er op de redactie over dat het toch wonderlijk is dat die toren die daar de hoofdrol speelt, dat ook net in Londen die toren is verbrand, dat het ook, ja, werd gemaakt tot een klassenstrijd tussen degenen die iets hebben en degenen die niks hebben. We hebben het net over Trump gehad, we hebben het over Fahrenheit, daar komt straks aan bod. Ja.
al die mogelijke ficties die realiteit worden op een of andere manier. Is het niet juist niet uitzonderlijk dat schrijvers hier juist mee aan de haal gaan? Zij zijn degene die alles... Ja. Maar er is wel een verschil. Het maakt niet goede boeken omdat ze dit voorspeld hebben. Nee. Maar omdat in het geval van Philip K. Dick dat het zo accuraat en met veel detail sommige dingen hebben voorspeld. Maar heb je daar een verklaring voor dat hij dat zo juist kon? Dat moet ook misschien een reden worden dat hij daar misschien ook krankzinnig van werd. Of niet? Ja, een te dunne huid. Ja. En total litem zou je wel wat zeggen. Ja. Die heb ik ook gesproken voor deze documentaire. En die beweert dat Philip K. Dick, dat is een groot fan ook, gewoon overgevoelig was voor alle prikkels van buitenaf. Zodat hij de dingen die wij nu allemaal meemaken en ervaren hebben. Het is niet alleen dingen voorspellen, maar ook onze gevoelens voorspellen. Hoe wij reageren op televisie, advertentiebombardementen. Weet je wel, hoe Amerika veranderd is sinds de jaren 50. Dat heeft hij misschien allemaal als eerste ervaren. En daar dus zijn science fiction-achtige gedachten op losgelaten. Maar uiteindelijk zijn we het allemaal menselijke creaties van de menselijke geest. Dus als er eenmaal iets is en je voert dat maar lang genoeg door in je geest, dan zul je er op een gegeven moment in de realiteit wel uitkomen. Stijn, hoe heet ook weer die serie? Black Mirror? Black Mirror. Ja, dat is ook zo'n geweldige serie die uitgaat van allemaal dingen die we nu meemaken, vooral met social media en hoe we ons gedragen. En probeer dat heel ver door te denken. En dan moet je voorstellen dat Philip K. Dick het allemaal 20 jaar daarvoor bedacht. Ja. Dat is het briljant, denk ik. Wat is jouw favoriet, behalve dat een wat je net noemde? Veles. Wat ik ook een hele bijzondere vind is Time Out of Joint. Ja. Dat is namelijk exact hetzelfde als The Truman Show. Dat is geen Dick verfilming, maar precies dezelfde gedachte. Ik weet zeker dat ze dat in Hollywood hebben bestudeerd. Dat is nog iets anders natuurlijk, zijn Hollywood, de fixatie van Hollywood met de ideeën van Philip K. Dick. Ja. Ontzettend veel. Er zijn heel veel verhalen op dit moment ook in omloop, hè? Die worden bewerkt tot scenario's en dat zijn echt de verhalen die we nu graag willen horen. En heb jij al iets gezien van, wat ook De Man in het Hoge Kasteel is nu op Amazon, een serie? Daar heb ik wel dingen van gezien, dat vind ik best goed? Een aanrader. Ja? Ja, zeker. Oké. Hé, we hebben nog een laatste fragment, hè? Ja, en ik dacht, we geven Dick zelf het woord. Ja. Als diepe denker. Ja. En er is niks leukers voor iemand die van Dick houdt om hem voortdurend te quoten. Maar ik dacht, laten we het hem zelf het laatste woord geven. Oké, dankjewel. My books are forgeries. Nobody wrote them. My books are forgeries. Nobody wrote them. My books are forgeries. Nobody wrote them. Mooi. Zelfs die heeft hij niet zelf geschreven. Allemaal bedacht, dames en heren. Nogmaals, David Kleiberg.